Petra en ik en Noah en Mienke staan hier voor Midvliet TV. Want we willen iets vertellen. Er staat namelijk een circus tent in Stompwijk. Zie je niet elke dag. En Mienke van Nevermind. Nou, daar willen wij alles van weten, ja, toch? Nou, wat gebeurt hier precies in de circus? Nou, wij vieren 20-jarig bestaan van Circus Nevermind, maar ook van Circus Miloco uit Leiden. En toevallig zijn we allebei, bestaan we 20 jaar en vieren we het samen. En hebben een plek in het midden gekozen en dat was Stompwijk. Oh, echt? Dus Miloco komt uit? Leiden. En Nevermind? Uit Zoetermeer. Oh, dat precies tussenin, dat had ik nog helemaal niet gehoord. Het zijn beide jeugdcircussen. Ja. En nou, we dachten, we gaan hier de tent opzetten. Nou, heel leuk. En wat doen jongeren daar dan? Het lijkt me wel voor jou, Noah. Gewoon, voor mij? Ja. Gewoon, ik weet niet wat ze hier doen. Even vertellen. Ja, eigenlijk allerlei dingen kun je doen. Jong leren, diabolo, koordansen, in de doeken hangen. En acrobatische dingen. Emelfietsen. En die hebben elke week les, de kinderen. En dan leren ze dat bij ons. Jeetje. En las ik nou ook op jullie site dat jullie ook kinderpartijtjes geven en... zeg maar workshops. Ja, jullie doen nog veel meer. Allebei dus, hè, doen jullie, ja, dat? Klopt. Ja, klopt. Ja, dus je kunt bij ons terecht voor, om je verjaardagsfeestje te vieren. Of op les te komen. Of scholen kunnen ons uitnodigen en dan komen we lesgeven. Jeetje, wat leuk. Heel leuk. Heel dat leuk. Is leuk. Ja. Hey, hoe lang staan jullie hier? Wij staan hier vanaf vandaag tot volgende week zondag. Dat is 3 juli. Dus Summerland. Summerland en circus tegelijk. Dat is wat een feest hier. Ja. Weekend. Echt een feestweekend. Het gebeurt allemaal in Stompwijk. Het gebeurt in Stompwijk. Nou, dat is ook zo. Ja, ook zo. Ja, je moet echt hier wezen. Ja. Hey, en vanavond dan gaan we wat mensen zien. Ja. En straks ook gaat Meis ons ook iets laten zien. Maar wat is er vanavond? Waarom moeten de mensen die nu buiten in de regen snel hierheen staan te wachten? Wat gaan die vanavond zien? Dit wordt een optreden van de podiumgroep van Circus Nevermind. En Circus Miloco heeft ook een podiumgroep. Dat is de talentengroep. Dus daar zitten de kinderen in die heel erg lang op les zitten. En mocht je die willen zien, dan kan je op vrijdag 1 juli om 7 uur hierheen. Of op zaterdag 2 juli om 8 uur. En als je daar kaartjes voor wil kopen, kan je even op de site van Circus Miloco kijken. Even googlen. Ik zit hier met Meis en Meis hoort bij de circusgroep van Nevermind. Nou Meis, wat doe jij precies hier? Circussen. En wat doe je dan? In de doeken, op het koord, jongleren, op het touw lopen. Op de bal. En wat ga je laten zien als je gaat optreden? Ook alles? Of ga je iets alleen doen? Nou, vandaag heb ik ook al een optreden gedaan. En toen ging ik in de doeken en met jongleerballen. En wat vind je het leukste om te doen als je een circusles hebt? In de doeken. In de doeken. En wat moet je dan een beetje in de doeken doen? Nou, allemaal trucjes. Allemaal trucjes. Heel leuk. En daarom hebben wij vandaag een optreden voor jullie gemaakt. Heel de dag en heel het weekend zijn we eigenlijk bezig met optredens. En vanavond is onze podiumgroep aan de beurt. Hebben we daar een beetje zin in? Ja! Hebben we daar een beetje zin in?
Thank you.